De KNVB heeft drie categorieën. Degene die in categorie 3 zit, die is, doet het heel erg goed. Categorie 2 is gewoon gemiddeld. En categorie 1, dan sta je eigenlijk onder surseance. Daar zijn we door het beleid van de afgelopen jaren eigenlijk in terecht gekomen. Dat we te veel geld uitgaven ten opzichte van de inkomsten. En nu moeten we alle inkomsten die we hebben moeten we verantwoorden. Maar ook alle uitgaven moeten we verantwoorden. Dus alles wat we doen, alle bedragen die wij... geloof ik hoger dan 50.000 euro, die moeten we bij de KNVB neerleggen en goedkeuring vragen voor het mogen uitgeven. En ja, we hebben een aantal stringente regels waar we ons ook strikt aan dienen te houden. Wij hebben zelf twee controles, daar ben ik dolblij mee met die mannen, want vooral omdat we in categorie 1 zitten, dat zij eigenlijk leidend moeten zijn in alles wat we doen. Elke uitgave die we zouden willen doen, leggen we gewoon bij Edgar Mol, onze controle neer, en bij Jeffrey van Bergen. Ja, en die twee mannen die gaan erover en die zitten om op dat geld te letten. Dus zeer zeker, ik denk dat heel veel voetbalbedrijven beter misschien wat geld kunnen investeren in een controle dan in een extra verdediger of een extra spits of een extra doelpaal. Je moet snappen dat je emotie verkoopt. Dat is de grondbasis. Ja, daarnaast moet je natuurlijk gewoon verstand van financiële, fiscale zaken hebben. Ja, en eigenlijk alles wat erbij komt. We zijn natuurlijk een voetbalbedrijf, hè, dus het draait hoofdzakelijk om voetbal ook in de uitstraling naar buiten uit. Maar tegelijkertijd, voetbal is vele malen meer dan die 1 keer 90 minuten in de 2 weken die we thuis spelen. Marketing, je moet het vermarketeren. Hè. De naam NAC, de spelers moet je vermarketeren. Maar ook ticketing, de commercie, de sponsorseats, de skyboxen. Alles zit in een bepaalde geldelijke som. Daar moet je die marktwaarde moet je proberen zien binnen te halen. Nou, en dat doen we met alle afdelingen. De afdeling commercie is belangrijk voor ons, maar ook bijvoorbeeld de afdeling pers. Hoe zetten we het in de markt? Alles wat we doen, dat wordt uitvergroot. En vandaar de samenwerking eigenlijk met alle afdelingen. We staan met rug tegen de muur en we kunnen maar één kant op, en dat is vooruit. En wat we nu doen is zorgen dat er een financiële goede basis is, dat we geld overhouden, dat we ook operationeel een plus draaien en dat we uiteindelijk uit negatieve cijfers komen. En dan proberen in de toekomst meer geld te investeren in de jeugd. Jeugd uit Brabant, jeugd uit Breda. Wat leuks is natuurlijk als je ook voor je supporters heel veel jongens uit Breda hebt en als je daar een goede jeugdopleiding zou hebben. Dus dat zie ik wel zitten. Dus de toekomst in die zin, dat is niet voor vandaag of morgen. Dat is voor de toekomst. Dat is wat langere termijn. Proberen zoveel mogelijk Nederlandse jongens in de ploeg te krijgen.